deze plek moet die hebben gelegen. De Nijmeegse watersteen, uniek in dit stroomgebied, waar geen zwerfstenen zijn achtergebleven. Volgens historische feiten en informatie uit de overgeleverde mythen hebben hier onze Bataafse voorouders geleefd. We gaan terug naar de bronstijd, nog voor de Romeinen. In deze omgeving leefden kleine gemeenschappen die hier spirituele praktijken hielden, gebaseerd op de verering van godinnen. Die rituele praktijk vond hier plaats, niet in een tempel, maar meer het particulier in de open lucht, op een plek voor samenkomst. Dat allemaal rond die steen. De godinnenverering is meer gekoppeld aan het landschap en aan het natuurlijke verschijnselen, zoals een rivier, een bos of een bron. En hier werd ook naar alle waarschijnlijkheid Nehalennia, watergodin van de lage landen, geraadpleegd en gunstig gestemd. Je moet je voorstellen dat die vrouwelijke priesteressen hier samenkwamen om gezamenlijk als een orakel rond de mysterieuze steen hun inzichten te krijgen. Een groep sibyllen. Je kunt hier rituelen voorstellen tijdens de nieuwe maan, de zonnewende en Samhain, ook wel Halloween genoemd. Wat wij willen is deze rituele plek opnieuw reconstrueren voor deze kunstroute. Keltische en Germaanse mythologie geven ons hiervoor de nodige inzichten met betrekking tot vrouwelijke principes in vroege religieuze praktijken. Deze semi-historische archeologische plek is vrij bescheiden van omvang en lag verdiept verscholen in het landschap. Slechts 100 vierkante meter. Deze in cirkels vormgegeven tempeltuin werd toen waarschijnlijk omgeven met kluizenaarshutten, kruidentuinen en misschien wel een mythologische levensboom. Met de Nijmeegse watersteen zal Nehalennia haar positie terugkrijgen en roept zij de moderne mens op om de noodzaak van emancipatie te blijven voelen en de vereniging van zowel mannelijke als vrouwelijke principes na te streven. Dat kan de betekenis in onze tijd zijn.